musea zijn ongekend populair en we bezoeken steeds vaker een tentoonstelling. Tijdens de tweede Nationale Museumweek wordt echt alles uit de kast gehaald. Een week lang openen 450 musea met korting of zelfs gratis hun deuren om zo nieuwe bezoekers te trekken. En daar maakt ieder jaar ongeveer 1 miljoen mensen gebruik van. Ze vergapen zich aan beeldende kunst, architectuur, erfgoed, geschiedenis. In totaal zijn er zo'n 65 miljoen museumschatten in Nederland te ontdekken. Nou, drie directeuren van musea aan tafel. Katelijne Broers, Hermitage en de Nieuwe Kerk. Hedwig Saam van, ik doe het even zo, Hedwig Saam van Militair Museum en Ernst Staal, Beelden aan Zee. En voordat we hier een vrouw-man discussie van maken, het moet even met die vrouwen. Alle verhalen die je leest, ongelooflijk, vrouwen zijn museumdirecteur. Hoe kan dat? Toeval. Ja, dat denk ik wel. Uiteindelijk. Ik bedoel, er is wel wat verschoven de afgelopen jaren. Maar, het is geen gevecht geweest en zo. Vrouwen hebben het voor elkaar gekregen, mannen op zijn geduwd. Dat heeft er niets mee te maken. Nou, ik denk dat iedereen wel gevochten heeft voor zijn plekje. Ik bedoel, ja. Je wordt niet zomaar museumdirecteur. Maar jullie hebben dat toch vaker, denk ik, meegemaakt? Ik zie niet voor niets die artikelen regelmatig in kranten en tijdschriften ook. En dan zie je weer 5 museumdirecteuren, 6 museumdirecteuren. En allemaal hebben ze ontdekt, hey, leuk, het zijn vrouwen. Ja, het is, wat jij ook zegt, er is natuurlijk een brede maatschappelijke beweging waarin vrouwen steeds meer doordringen tot wat dan topposities heten. Ja. En daar is de museumsector geen uitzondering op. Nou, geen uitzondering op. Je zou kunnen zeggen, op heel veel sectoren blijft het achter, maar in de museumsector gaat het sneller dan elders. Is daar een verklaring voor? Nee, nee, geen koploper. De museumwereld is het wat betreft absoluut geen koploper. Maar wel flink aan het inhalen? Aan het inhalen, denk ik, nu, de laatste jaren. Ja, vind ik niet zo'n interessant. Nee, dat, nee. Nee, je zit er gewoon vanwege je kwaliteiten natuurlijk. Dat hoop je wel, precies, inderdaad. Ja. We gaan praten over die museumweek, want ja, daar zijn ook mensen die daar verschillend over denken. Ernst Staal, is het goed dat het bestaat, zo'n museumweek? Nou, we hadden het net even, we zaten natuurlijk om met elkaar te praten. Bij ons is het gewoon elke week museum. Voor de uitzending. Voor hiervoor. Oh nee, toch. Ze hebben jullie niet uit elkaar gezet. Elke week museumweek bij ons. Dus het is niet zoveel specialer. We organiseren misschien iets meer workshops in het museum. Maar het is niet dat we nu mensen verteren op een manier die we anders niet zouden doen. Ze zijn bij ons elke dag welkom, behalve de maand. Het klinkt niet echt dat je denkt museumweken. Nou ja, het is ondersteunen. Ik denk wat ze willen is dat het net zo bekend wordt als de Boekenweek. Dat is natuurlijk uiteindelijk. Hè, dat is natuurlijk een Maar is niet nodig. Nou, dat toch wel duurt gewoon nog heel lang. Ja. Dat heb je niet zomaar gevestigd. Nee, ik had echt gedacht dat jullie zouden zeggen, museumweekfeest, geweldig. Het praat er goed, maar het kan nog veel beter. Het is een hartstikke mooi feest. En het is heerlijk als er een grote spotlight op de musea staat. We vinden het heerlijk dat we hier kunnen zijn, dat er aandacht is op de televisie. En als je zelf niet af en toe een spotlight op jezelf zet, dan gebeurt er weinig. En dan kies je een weekend of een week. Maar aan de andere kant, in musea gebeurt buiten de museumweek ook bijna niet zoveel als in de museumweek. Ja. Nee, maar ik moet eerlijk zeggen, wat Ernst Staal zegt, dacht ik ook een beetje. Van, het gaat langzaam toch behoorlijk goed met musea. Je ziet bijna overal rijen, het is vrij druk. Mensen gaan er regelmatig naartoe. Maar ook mede dankzij dit soort initiatieven. Want ik denk wel dat de branchevereniging, de museumvereniging met dit initiatief de musea in brede zin onder de aandacht van een heel breed publiek brengt. En dus ik zie het inderdaad ook als een soort corporate communicatie van het merk corporate museum. Communicatie, dat klinkt ook heel nou, ik vind het echt een enorme ondersteuning van het merk museum in algemene zin. Als je museum hebt, daar werd heel lang over geklaagd natuurlijk. En niet alleen de hele kunstsector had daarmee te maken. Je moet bezuinigen en dan moet je in je geld komen. Hoe gaat het in uw museum? Het gaat heel goed bij ons in het museum. Wij zijn natuurlijk het voordeel dat we een nieuw museum zijn. Dus we hebben heel veel aandacht, veel onderscheidingen, veel publiek. En het gaat in ons museum gewoon heel goed op dit moment. Maar het gaat heel goed. Waar haalt u geld vandaan? Krijgt u veel subsidie of helemaal niet? Ja, wij krijgen veel subsidie. En hoeveel is dat? Nou, daar ga ik nu even niet op. Nee, maar een percentage? Dat weet ik even niet in percentage. Ja, natuurlijk wel. Kom op. Nee, echt niet. Nee. Maar ik bedoel, dat is wel de belangrijkste bron van inkomsten. Dat is voor ons op dit moment de belangrijkste bron van inkomsten. Zouden jullie met minder toe kunnen komen? Misschien op termijn. We zijn een nieuw museum. En ik moet ook wel bijzeggen, wij zijn het enige museum in Nederland dat in een hele bijzondere privaat-publieke samenwerking zit. En dat voert misschien voor dit gesprek een beetje te ver. Maar dat betekent wel dat onze verdiencapaciteiten als museum wat beperkter zijn dan van veel andere musea. En dat de private partij de partij is die risicodragend in het samenwerkingsverband zit. Maar in ieder geval veel subsidie
wel nodig? Je ziet steeds meer musea die het ook gewoon zelf kunnen. Hoe is het bij jullie? Museum Belde aan Zee is een 100% particulier museum. Nul structurele subsidie. En gelukkig ook maar, of niet? Sinds 22 jaar. Ja, gelukkig. Ja. Ik vind het heel erg leuk om in een bedrijf te werken. Een cultureel bedrijf is het. En waarom is het zo prettig? Want wat betekent het? Stel dat je wel een flinke subsidie krijgt. Dat de gemeente opeens zegt, ik zag geweldig tv-optreden van mevrouw Staal, die moeten we gaan subsidiëren. Dan zegt u, nou, laat maar zitten. Nee, zo werkt het niet. Kijk, de Hermitage is ook een museum, want het rijdt zonder subsidie. Maar je moet onderscheid maken tussen musea die het ondernemend kunnen doen ook. Maar je hebt natuurlijk ook musea die ook nog een hele grote taak hebben vanuit de overheid, of een gigantische collectie te hebben. Ja. Te beheren. Ja. En dat kan je eigenlijk niet doen zonder dat je ook. Dat haal je nooit uit de ticketverkoop. Want we proberen natuurlijk musea zo laagdrempelig, zo groot mogelijk wijd open te zetten voor bezoekers. Daar ook de Museumweek voor. Want er zijn ook nog heel veel mensen die nooit naar een museum gaan. Hè? U refereerde net aan de rijen. Ja, er zijn wel rijen bij een aantal van de grote blockbusters. Maar er zijn echt een heleboel musea in Nederland waar niet hele grote rijen voor de deur staan. Nee, dat is maar waar wel hele mooie verhalen verteld. Ja, dat is inderdaad wel het andere verhaal natuurlijk ook. Hè? We hebben ook heel veel musea in Nederland. Mensen zeggen, oh, er komt er weer eentje bij, Het klinkt bijna een soort aardappelmoeheid uit. Welke kant moeten we eigenlijk op? Gewoon iedereen zijn eigen museum? Als je dat zou willen, hoe meer musea, hoe beter. Nou, er verdwijnen ook musea. De musea veranderen zelf, ontwikkelen zichzelf voortdurend. Een museum van nu is heel anders dan een museum van 10, 20, 50 jaar geleden. Kijk, de dus, markt maakt het mogelijk om musea te starten. Je zal zien wie er over 5 of 15 jaar weer zijn. En ja, hoe meer kramen. Maar als je toch al wat langer in deze wereld rondloopt, heb je daar enige kijk op van wat moet een museum doen om te overleven? Of om echt zich te onderscheiden? Nou, alles moet een museum doen. Hele goede collectie hebben om te beginnen. Het gaat over het bijzondere verhaal. En als je een museum bent, dan ben je een museum omdat je een collectie hebt. Dat is natuurlijk wat ons allemaal bindt. We hebben allemaal collecties. Dus daar begint het eigenlijk meestal wel mee. Wij lenen dan de collecties. Ja, maar goed, wel weer van een museum dat een aardige collectie heeft. Ik denk dat er voor elk museum, groot of klein, een bestaansrecht kan zijn als je een bijzonder verhaal te vertellen hebt. Kijk bijvoorbeeld naar het Verzetsmuseum in Amsterdam. Dat is natuurlijk een heel bijzonder onderdeel in de geschiedenis ook. Waar altijd nog wel aandacht aan besteed moet worden. Wat je anders weer kan doen dan. Het is toch interessant om meer kinderen daarmee naartoe te nemen. Want hoe ga je dat verhaal anders een beetje aan de keukentafel verzetten? Even kijken naar jullie eigen museum. Nou, graag. De beelden van. Laten we eens even kijken. Deze drie, hier komen ze. Dat van net weer maar wel mooie kunst. Mooie prachtig. Ik wou net zeggen, het ziet alle drie toch heel aantrekkelijk uit. Dat heeft ook met locatie te maken. Ja. Is voor jullie locatie de Scheveningse Duinen, is dat een voordeel of een nadeel? Dat is een voordeel, natuurlijk is dat een voordeel. Hoe kun je daarop inspelen? Vlak bij de boulevard. De locatie, als je er geweest bent, weet je, het ligt in een duin. Dus aan de buitenkant denk je, het is een bunker. Maar binnen is het een zee van licht en lucht. En het is gewoon prachtig. We zijn ook een locatie om te trouwen, bijvoorbeeld. Officiële trouwlocatie. Dus we doen van alles om geld te verdienen en het museum uit te baten. En ook als je toch op zo'n plek ligt, dan neem ik aan dat je misschien ook wel af en toe sommige regelingen treft. Dat je zegt, nou, als je hier naartoe gaat, even een half uurtje naar het museum, maar dan kun je daarna ook daar naartoe en daar naartoe. We werken met wie samen met het paviljoen bijvoorbeeld. Want bovenop het museum staat het paviljoen Von Wiet. En we werken samen met verschillende hotelpartners in Scheveningen en in de stad Den Haag en horecagelegenheden. Dus we verzinnen van alles. Ik zou bijna zeggen, mevrouw, samen zo kan het ook, hè? Geen subsidie nodig als je het zo aanpakt. Nou, bij jullie trouwen, je gaat trouwen in het Militair Museum. Is iemand al een keer dat geprobeerd? Of niet? Om te trouwen bij ons? Jazeker. Hermitage ook? Bij ons gaan niet getrouwd worden. Hè? Nee. Nou, dat gaan we dan nu regelen. Nee, er is eigenlijk geen goede plek voor. Omdat
overdag, als er heel veel bezoekers zijn. En ik vind, ja, daar zijn we voor die bezoekers. Ja. En om die dan weer aan de kant te schuiven. Buiten museumuren. Ja. We zijn natuurlijk een museum van 9 tot 5. Nou, maar dit klinkt zo, dan hebben we ons er niet gedraaid. Ja, dus, ja, maar we doen weer een heleboel andere dingen. Nee, natuurlijk. Nee. Dat begrijp je. Nu betekent het wel, als je mensen naar een museum wil halen en het loopt bijvoorbeeld heel goed, is druk, dan heb je natuurlijk ook liefhebbers die denken, wacht even, fantastisch museum. Ik wil gewoon rustig van die schilderijen kunnen genieten. Nee. Zijn er bij jullie wel eens dagen dat het te druk is en te vol en dat je er iets aan moet doen? Of niet? Nou, we hebben in het begin wel de deur zelfs af en toe even dicht moeten houden. Maar dat was natuurlijk direct na de opening, hadden we 6.000, 7.000 bezoekers per dag. Ja. En dan kom je op een kritiek moment dat je te veel mensen, althans volgens de normen van de brandweer, gewoon binnenkrijgt op een zeker moment. En dat hebben we toen wel moeten reguleren. En hoe doe je dat dan? Nou, dan moesten we even de kassa dicht doen. Moesten we het helaas eventjes wachten. Ja. En welke mensen komen er bij jullie thuis? Ik denk vooral, ik lees vaak ook veel vaders met zoons. Ja, uiteraard, vaders en zoons. Maar we richten ons inderdaad op het gezin. Dat is de primaire doelgroep. Ik zie ook heel veel enthousiaste meisjes rondrennen. Ja. En tuurlijk ook, het is best een stoer museum. Maar dat vinden meisjes ook vaak weer leuk. Dus van alles komt er binnen. Ja. Gaan jullie overigens naar elkaars museum? Hebben jullie elkaars museum wel eens bezocht of niet? Ik ben nog niet in Soesterberg geweest. Wel in de Hermitage. Ja, ik wel. Jij wel. Ja, toch wel. Nee, tuurlijk. Je wil graag natuurlijk ook zien, een nieuw museum. Wat collega's doen. Wat ze doen, of een bijzondere tentoonstelling. Maar het lukt mij ook niet. Om de 400 musea die we rijk zijn in Nederland jaarlijks allemaal aan te doen. Dus hebben jullie wel ook een duidelijke groep? Bijvoorbeeld hier, vaders en zonen, maar eigenlijk het gezin, richt op het gezin. En dat sommige mensen kunnen denken, ja, wacht even, gezin, er moeten ook niet zoveel kinderen rondlopen. Ik wil gewoon van de kunst kunnen genieten en liefst in alle rust. Waar richten jullie op? Ik ben altijd voor hoe meer mensen, hoe beter. En dat kan je ook wel reguleren. Maar wij zijn een museum wat aan de ene kant, ja, in wezen net zo goed ook voor een gezin toegankelijk is. Maar ja, met Spaanse meesters trek je toch vaak wel weer een ander publiek dan een gezin. Maar ik denk dat een gezin zich prima kan vermaken bij ons. Maar we hebben er heel nadrukkelijk wel voor gekozen om niet een heel kindermuseum te maken. Waarom? Omdat ik denk dat het ook heel leuk is om met je kinderen naar een, in die zin, gewoon museum te gaan. Ja. Moet je iets harder werken als ouders, maar het is wel leuk. Oh, toch wel. Gewoon, ouders moeten gewoon hun best doen. En hoe is dat bij jullie? We hebben heel veel educatieve activiteiten. En driedimensionale kunst is heel toegankelijk voor kinderen. Ja. Dus ik ben altijd dolblij als 's ochtends al die kleine kindjes op de kussens lesjes volgen. En dat zijn de bezoekers van de toekomst. Dus we stoppen veel tijd in educatie. Nou, gaan jullie ook vaak naar het buitenland, lijkt me. Hè? Dat je gewoon ook daar musea gaat bezoeken en denkt, daar kunnen we inspiratie op doen. Wat is een museum in het buitenland? Voor je zegt, dat is fantastisch, dat hebben we nog niet in Nederland. Museum of Innocence. Istanbul vond ik echt heel indrukwekkend. Waarom? Ja, omdat het zijn eigenlijk allemaal kleine diorama's in een voormalig woonhuis. Van Pamuk is het gebaseerd op een verhaal van hem, liefdesgeschiedenis. En dat vond ik echt zo ongewoon en intiem en bijzonder. Volstrekt uniek. Nou, we zien een goede tip trouwens. Is Nederland een heel goed museumland, kun je dat zeggen, vergeleken met een heel rijk museumland. Ja. Met een museumkaart, jazeker. Ja. Ja. Nederland, daar zijn ze in het buitenland jaloers op. Zeker. Ja. En jullie zijn er blij mee met de museumkaart? Ik ken museumdirecteuren, die zijn er wat minder blij mee. Jullie zijn alle drie blij met de museumkaart? Heel blij, want het is een groot, belangrijk. En Museumweek, hoogtepunten. Ja, er zijn overal hoogtepunten in onze musea. Iedere dag opnieuw. Zaterdag de Spaanse meesters komen schilderen. Ja. Maar ik denk eigenlijk dat het in wezen elke dag museumdag is. Ja. Wat een geweldig afscheid. Dat kun je niet verwoorden gewoon. Het is elke dag museumdag. Okay. Dankjewel voor dit verhaal. Dankjewel. En dit is Van Liemt Live. Morgen het Amerikaanse verkiezingscircus. Ook weer een feest. Fijne avond.